Ieder mens maakt fouten. Dat kan grote consequenties hebben, maar het hoeft niet altijd erg te zijn. Volgens professor Klaas van Berkel zou de wetenschap niet eens kunnen bestaan zonder fouten te maken. Hoogleraar genetica Siska Wijmenga onderzoekt de gevolgen van fouten in ons DNA. En rechtssocioloog Mark Hertog kijkt welke invloed juridische fouten hebben op ons vertrouwen in de rechtspraak. Kunnen we ons in de wetenschap fouten permitteren? Ja, we kunnen ons dat wel permitteren. Ja. Ik denk dat je zelfs geen wetenschap kunt bedrijven zonder het maken van fouten. Ik doe dat liever niet natuurlijk, maar je moet er niet voor schrikken dat dat zou kunnen gebeuren. Het hoort erbij en we komen ermee verder. We leren ervan. Groningen is al bijna 400 jaar een universiteitsstad. Vanaf het jaar 1909 is het academiegebouw aan het Broerplein het hart van de wetenschap in de stad. Die wetenschap heeft ons veel gebracht, maar is niet per definitie onfeilbaar. Fouten zijn soms heel erg relatief. Kijk, je hebt natuurlijk heel eenvoudige fouten. Ik kan een verkeerd jaartal koppelen aan een bepaald persoon. Dat is een vergissing. Maar er zijn ook fouten die in een heel andere categorie vallen. En die meer te maken hebben met de vooronderstellingen in je theorieën. Met de beperkte kennis die je hebt. Dan kan het wel eens gebeuren dat later blijkt dat je toch iets hebt gedacht wat niet helemaal klopte. Je moet durven vergissingen maken. Je moet durven om bepaalde vooronderstellingen in te bouwen. Als je die durf niet hebt, kom je niet ver in de wetenschap. Fouten in wetenschappelijk onderzoek. Het is van alle tijden. Zelfs de allergrootste wetenschappers uit onze geschiedenis maakten fouten. Ik kan het voorbeeld geven van Nicolaas Copernicus, begin 16e eeuw. Die man die kwam op het lumineuze idee om te zeggen, weet je, we moeten niet uitgaan van de gedachte dat de zon om de aarde draait, maar dat de aarde om de zon draait. Dan kunnen bepaalde verschijnselen veel eenvoudiger worden begrepen. Maar toen een halve eeuw later iemand met zijn berekeningen begon te denken van kan dat wel kloppen, kwam het niet uit. En die moest eigenlijk afstappen van een bepaalde vooronderstelling die in het idee van Copernicus zat. Namelijk dat die planeten in rondjes rond de zon draaiden. Hij dacht het kan alleen maar kloppen als ik er ellipsen van maak waarbij de zon in één van de brandpunten staat. Dat was een belangrijke stap vooruit. Maar was het fout van Copernicus? Hij had niet de berekeningen van die latere astronomen. Hij ging uit van de veronderstelling dat iedereen in die tijd dacht dat in de hemel alles zich voltrok langs volmaakte cirkels. Dat was iedereen met hem eens. Later bleek het toch niet juist te zijn. Het was een fout, maar het was tegelijkertijd een hele leerzame fout. Fouten in de wetenschap betekenen dus niet dat er geen vooruitgang is. Juist door het maken van fouten komt het wetenschappelijk onderzoek telkens weer een stapje verder. Maar echt zeker van een conclusie ben je als wetenschapper nooit. Je weet pas of het klopt als aangetoond is dat het niet klopt. Er is een filosoof geweest, Popper, Karl Popper, die heeft gezegd, we kunnen onmogelijk dingen bewijzen, positief bewijzen. We kunnen alleen maar aantonen dat iets niet klopt. Maar als je weet dat iets niet klopt, ben je gedwongen naar iets anders te zoeken, naar iets beters. Dus juist door te ontkrachten wat we weten, komen we verder. Is het beoefenen van wetenschap dan niet een frustrerende bezigheid? Oh, absoluut niet, nee hoor. Uiteindelijk overheerst dat gevoel van we zijn verder dan waar onze leermeesters zijn gebleven. Dus het is absoluut geen frustrerende zaak, nee hoor. Kunnen we onze fout permitteren? Ja, ik neem aan als je zegt kunnen we onze fout permitteren dat je het hebt over foutjes in ons DNA. En de vraag is uiteraard wat noemen we dan een foutje? We hebben heel veel variatie in ons DNA en we hebben daar iets voor afgesproken met elkaar dat als het minder dan 1% voorkomt, dan noemen we dat als het ware een foutje. Als we naar ons DNA kijken, zijn we allemaal verschillend. Sommige variaties in ons DNA kunnen leiden tot erfelijke ziektes. Maar ook chronische en ouderdomsziektes worden uiteindelijk veroorzaakt door foutjes in ons DNA. Met een balans kunnen we aangeven of zo'n fout wel of geen effect heeft, want uiteindelijk maakt het nogal uit of je ook andere genetische factoren of andere omgevingsfactoren hebt die daar ook van op invloed zijn. Dus laat ik dat aan de hand hiervan illustreren. En bijvoorbeeld met dit gewichtje een mogelijke fout in je DNA weergeven. Op dit moment is de balans uit balans, dus dat is een foute situatie. Maar als we daar wat goeds tegenover zetten, zoals in dit geval, ja, dan hebben we er opeens geen last meer van. Wat kunnen die goede factoren dan bijvoorbeeld zijn? Nou, die kunnen andere factoren in je genetisch materiaal zijn, maar het kan ook iets zijn in je omgeving. Als dit een factor is die maakt dat je gevoeliger bent voor type 2 diabetes, dus diabetes op oudere leeftijd, maar je zorgt ervoor dat je niet te dik wordt, dat je veel beweegt, dat je gezond eet, ja, dan ga je in feite allerlei gewichtjes in het andere bakje stoppen.
En kan het toch zijn dat je balans naar de goede kant uitslaat in plaats van naar de verkeerde. Een foutje of afwijking in ons DNA hoeft niet per se nadelige effecten te hebben. Het hangt ook van de omstandigheden af of zo'n afwijking ongunstig of misschien juist gunstig is. Een jas zou je ook kunnen vergelijken met een van de factoren in je erfelijk materiaal. Afhankelijk van de omstandigheden is het gunstig of niet gunstig om die jas te hebben. Nu ik hier buiten sta en het erg koud is, is het natuurlijk heerlijk om zo'n warme jas te hebben. Nou, hier binnen is het heerlijk warm, dus ik heb helemaal niks aan een jas. Integendeel, het is helemaal lastig om te hebben. De afwijkingen die we nu in ons DNA hebben, die hebben we misschien wel omdat ze vroeger juist heel gunstig waren om te hebben en ons beschermden tegen bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld infectieziektes. Ongeveer 1500 jaar geleden hadden wij als mensen heel erg veel last van de pest. Dat illustreren we aan dit gewichtje. En mensen met deze bepaalde factor, die werden beschermd tegen de pest. Intussen is de pest uitgeroeid, maar dat betekent dat die erfelijke factor nog wel steeds aanwezig is. En mensen met deze bepaalde afwijking in hun DNA, die zijn vandaag de dag veel gevoeliger voor auto-immuunziektes zoals reuma en type 1 diabetes. De verschillen in ons DNA zorgen ervoor dat we ons als groep aan kunnen passen aan veranderingen. Zo zijn er altijd wel een paar individuen binnen een groep die bestand zijn tegen nieuwe omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld infecties. We kunnen bijvoorbeeld terugvinden in ons DNA dat we bepaalde epidemieën overleefd hebben. Zoals de pest of de Spaanse griep. In ons DNA zien we eigenlijk een stukje historie terug zonder dat we dat ons bewust zijn. Kunnen we ons in het rechtssysteem fouten permitteren? Rechters zijn daar veel optimistischer over dan de meeste burgers. Die zijn daar een stuk kritischer over. Rechters zullen benadrukken dat ze per jaar duizenden zaken draaien en dat er wel eens wat misgaat, maar dat er in het algemeen weinig op aan te merken is. Maar burgers zullen iedere nieuwe fout zien als een bevestiging dat het rechtssysteem helemaal niet zo goed functioneert. Het vertrouwen van de burger in de rechtspraak staat onder druk. Er is de laatste jaren ook veel gebeurd. Onterechte veroordelingen in de Puttense moordzaak en de Schiedammer parkmoord, wrakingen in het Wildersproces, mogelijke vriendjespolitiek in de Chipsholzaak. Allemaal rechterlijke fouten volgens de burger. Terwijl rechters zelf misschien vinden dat ze het goed hebben gedaan. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de zaak rond Lucia de B., die Haagse verpleegkundige die aanvankelijk tot levenslang werd veroordeeld wegens de moord op een aantal jonge patiëntjes. Nou, we nu weten is dat een onterechte veroordeling geweest. Daags na de vrijspraak van Lucia de B. was eigenlijk de eerste reactie van de hoogste vertegenwoordiger van de rechterlijke macht in ons land was. Nou kijk, het systeem heeft uitstekend gefunctioneerd, want het is uiteindelijk de rechter zelf geweest die Lucia de B. heeft vrijgesproken. Dus dit is volgens de rechter een voorbeeld dat het systeem uitstekend heeft gewerkt. Nou, ik kan me voorstellen dat de meeste burgers daar heel anders over denken. Wat je ziet is dat de rechterlijke macht helemaal is ingericht om aandacht te besteden aan de juridische aspecten van fouten. Maar je krijgt de indruk dat ze zich niet altijd realiseren dat er ook een hele maatschappelijke kant aan die fouten zit. 50 jaar geleden kregen instituties als de politiek, de dominee, de dokter en ook de rechtspraak nog bijna automatisch het vertrouwen van de burger. Maar de maatschappij is veranderd. De burger van nu is kritischer en wil beter zien wat er gebeurt. We zitten hier in een fantastische historische rechtszaal. Verder in de straat staat het moderne rechtsgebouw. Dus op het eerste gezicht is er inderdaad heel erg veel veranderd. Maar in essentie, als je erover nadenkt, is de kern van de rechtspraak hetzelfde gebleven. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat dezelfde kernkwaliteiten die het belangrijkste waren 25 jaar geleden voor de rechtspraak, dus een zekere afstandelijkheid en een zekere geslotenheid en een zekere formaliteit, precies diezelfde kwaliteiten, die worden inmiddels door veel mensen gezien als de grootste zwaktes van de rechtspraak. De manier waarop de rechtspraak met fouten omgaat is nog erg gebaseerd op het idee dat de burger gezagsgetrouw is. Terwijl die burger juist steeds kritischer wordt en het vertrouwen in het rechtssysteem aan het verliezen is. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat de mate waarin burgers geneigd zijn om uitspraken van de rechter te accepteren afhangt van de mate waarin burgers het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen. Dus je zou kunnen zeggen, we zouden eens met elkaar de komende jaren moeten nadenken hoe je de burger een serieuzere plek kan bieden binnen de rechtspraak. Transparantie is daarbij een belangrijke eerste stap. Andere mensen hebben het bijvoorbeeld over juryrechtspraak. Nou, ik denk dat er al heel veel verschillende manieren te verzinnen zijn waarop je de burger te kennen geeft, we nemen jouw kritiek serieus. Als rechters graag willen dat de burgers hen vertrouwen, dan moet de rechter de burger ook vertrouwen.